Nou, dat ging toch allemaal goed? Dat ging goed. Nou, ik had het idee dat je een beetje... Oh, hallo mensen, daar zijn we met Keurende Middag TV. We zijn natuurlijk al begonnen. Jij zit aan je... Wat voor thee is dat? Zoethoutthee. Zoethoutthee. Ja, dat neem ik enige... altijd overal mee naartoe. Mijn eigen thee. Ja, ja. Is dat de manier waarop ik je zoet houd? Denk het. Ja, hè? Goed voor de bloeddruk, geloof ik, hè? Oké. Okay. Niet dat ik problemen heb. Want je had je eigen zakje bij je, zag ik inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, maar we hebben hier ook thee voor de volgende keer. Ja, maar niet zulke lekkere zoethoutthee, denk ik. Dat is natuurlijk waar. Mirna Goosen, u heeft het herkend natuurlijk van Omroep Max, maar ze is natuurlijk ooit begonnen bij de AVRO. Ja. Jaren geleden werd jij gebeld. Ja. 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 Hoe ging dat in het kort ook weer, dat verhaal? Want in het kort, nou, ik nam heel netjes de telefoon aan, want ik ben natuurlijk officieel directie-secretaresse vanaf Schroffers. Dus ja. Ik nam echt, zoals het hoorde, de telefoon aan. Ze zochten iemand voor de ledenwerfspotjes. Dat zou een hele actie worden in AVRO Wonen Televisie hier. Ik kwam daar aan in de studio. Wouter Stips, die heeft mij voor die camera, ja, omdat ik dus altijd zo netjes de telefoon aannam. Ja. En ik dacht, oh leuk, even een dagje weg van kantoor, dat ga ik, ja, doen. Maar ik kwam die studio in en ik werd zo verlegen. Dus die lach, die was eigenlijk altijd een verlegen lach. Oh, daar heb je die naam ook van gekregen, ja, in het begin. Dat lachenbekje, ja, is, ja, altijd maar te lachen. Ik ben blij dat je het gedaan hebt, want ik heb op YouTube natuurlijk een beetje voorwerk gedaan. Ondanks het feit dat je al bijna 77 jaar kent, staan er heel veel van dat soort omroepdiensten van jou online. Zullen we eens even naar eentje kijken? Ja, graag. Dat stemmetje, dat, oh, is zo lief. En dat eindigt dan met ik heb u lief, mijn Nederland. En brede schouders ook nog? Hele brede schouders, he? Ja, ja. Zullen we even kijken? Dat is erg. Komt ie aan. Ja, en dat was de nachtfilm van de AVRO. Morgen kunt u weer naar ons luisteren via Radio 2, waar Ruud ter Weijden dan vanaf 16:30 voor het eerst deze zomer het programma Kom eens langs bij de AVRO in de Batouwen presenteert. Wat televisie betreft, morgen zendt de VPRO op deze zender uit en wij zijn er dan maandag weer. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag. En dan dat muziekje er ook onder van Ik heb u lief, mijn Nederland. En dat wordt dan gevolgd door het hoe heet het? De National Anthem. Wat is dat? Ja, weet ik niet. Ja, jawel, National Anthem. Het Wilhelmus. Oh, Wilhelmus. Waar heb je het over? Ja, omdat ik eigenlijk zoveel bewondering voor je heb als omroepster. En dat heb je al 25 jaar niet gedaan. Zou ik jou willen vragen, zou jij... Kijk, we zijn natuurlijk al begonnen met het programma. Dus eigenlijk hoort dat voor het programma. Maar ik zou het zo leuk vinden als jij als omroepster nog één keer hier bij Keurende Middag een omroepdingetje zou willen doen. Zou je dat willen doen? Echt waar? Nu aanluisteren, heb je thee? Ja, dat kan je toch. Je hebt toch die staat stijf voor het talent. Zal ik je thee even overnemen? Nou. Dat weten ze, weet je als slachter ook wel. Dat is toch zo? Niet aan mijn thee zitten, want je bent verkouden. Dat is waar. Oké, okay, okay. Ga jij naar de studio om je omroepdingetje te doen. Mirna Goosen, omroepster anno 2013. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar Keur in de Middag TV. Eigenlijk, ja, het kon niet uitblijven natuurlijk, hè. Het logische vervolg op het waanzinnig populair radioprogramma Keur in de Middag. Maar goed, ik zat daar dus gisteren, Keur in de Middag, radio, en hij had me beloofd om me hele diepzinnige vragen te stellen. Ik heb er geen één gehoord. Het ging over liefde, het ging over, seks, ook nog geloof ik. Dus ik ben benieuwd wat hij er nou van brouwt. Maar in ieder geval, iedereen krijgt een tweede kans, toch? Mocht jij nou jouw vragen willen stellen of via hem de vragen willen laten stellen aan iemand die jij heel erg leuk vindt, waarvan jij zegt, nou die moet bij Keur in de Middag, laat dan even weten, eddy@radio10gold.nl. En dan weet ik zeker, dat komt allemaal goed. Want één ding is duidelijk, Eddy regelt altijd alles. Dus dat is goed. Nou, ik ben benieuwd of hij er nou wat van gaat brouwen. Weet je, je moet nooit de moed opgeven in het leven. Vond je het wel? Ja, dit hoeft niet opnieuw. Nee? Nee, dit was goed, hè mensen. Dat pak je toch zo weer op ook, hè? Het is echt onvoorstelbaar, hè? Ja? Ja, ik vind het goed dat je dat zo doet. Er zijn maar weinig mensen. Wat je net zei, als je eigen teksten schrijft, maakt het natuurlijk wel makkelijker. Ja. Met al deze teksten die ik er nu ook uitgooi, die heb ik allemaal uitgeschreven thuis. Want anders komt er natuurlijk helemaal niks uit. Nee. Hé, luister, je bent toen programma's gaan doen met onder andere met Jos Brink en ook eigen programma's. Artes heb je gedaan. Wat was het leukste programma dat je gedaan hebt? Jetsetters. Dat zei je op de radio, ja. Misschien moet je nog even de mensen uitleggen wat dat ook weer was. Jetsetters was een programma en ik geloof dat het 13 afleveringen had. En dat ging eigenlijk om self-made miljonairs. En er gingen dan twee dagen of drie dagen mee op pad. Vlak daarvoor had ik een jaar lang praktijkgerichte psychologie gestudeerd. En daar wilde ik eigenlijk mee doorgaan. Dat was een opleiding van 4 jaar. En toen belden ze mij, dus je zit me aan te kijken, want hoe kan het waar zijn? Nou nee, maar je bent wel bij macht om allemaal dingen te verzinnen. Maar nee, dat is echt zo. Ik heb psychologie gestudeerd. Ja, serieus? Ik was helemaal totaal reddeloos verloren. Ik was verzonken in je ogen. Werkelijk prachtig. Nee, ik was helemaal weg van je. Echt serieus, ik was waanzinnig verliefd op je. Gelijk, want je zag, heb ik haar 100 rozen gestuurd en nooit wat gehoord.
Nou, nee, toen heb je mij verleid naar de opening van Studio 21. Toen zei je, schat, we gaan samen. Oké. En dan kwamen alle pers kwam op ons af. Dat weet ik ook nog. We hebben samen de cover gehaald. Van de story. En toen kwamen ze op ons af. Nou, Mirjam, is dit je nieuwe vriend? En ik moest er zo om lachen. Ik zei, nee. En jij zei, schat, zeg het nou maar gewoon. Ja, maar dat is ook niet, zo. Dus je hoeft je niet voor ons te schamen. Nee. Zeg het nou maar liever. Ja. Dus ze is een beetje verlegen, zei hij. Beetje verlegen. Moet je er niet kwalijk En sindsdien nemen. Gaat iedereen. Maar we hebben wat. Ja. Nou, en vervolgens jou hoor. Ja, daar stonden we samen op de cover. In 1989 was dat. Vlak voordat ik met tv begon. Jaren in de gang gaan. Ja, bij mij ook. En iedereen maar denken dat wij ooit een keer iets gehad hebben samen. We hebben wel liefde voor elkaar gevoeld. Ja. Maar wij, zoals de Amerikanen zeggen, we never exchanged bodily fluids. Dat hebben we nooit gedaan. Nee, dat hebben we nooit gedaan. Nee, toch? Nee. Nee. Maar goed, de dag is nog niet om. Never exchange bodily fluids. Lekker schat. Jij hebt nog een fragment. Ja, nou zullen we dan nu zitten? Toch zo zitten te lachen, Bert en Ernie. Heb je die meegenomen? Ja, waarom Bert en Ernie? Ja, vind ik leuk. Je moet altijd, dat heb ik eigenlijk gewoon gedaan. Omdat ik iedereen duidelijk wil maken, het kind in jezelf moet je nooit vergeten. Af en toe moet je gewoon heerlijk kinderachtig zijn. Ik zit regelmatig naar Sesamstraat en de Smurf te kijken. Weet Jan Slachter dit allemaal van jou? Want dat zijn toch geen dingetjes. Nou, daarom ben ik de persoon die ik ben. En daar is hij tevreden mee. Dus ja, dan gaan er af en toe een Smurfje hier en daar. Naar binnen. We gaan kijken. Nee. Ernie. Hey Ernie. Hey Robert. Ja, hey. Weet je wel dat je een banaan in je oor hebt? Wat zeg je, Bert? Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie. En een banaan eet je. Je stopt ze in je mond, niet in je oor, Ernie. Wat zei je nou, Bert? Haal die banaan nooit uit je oor! Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor. Je bent toch een instituut uiteindelijk, vind ik, in Nederland. Dat meen ik oprecht. Want we hebben heel wat bekende Nederlanders gehad al. En de een is wat langer op het scherm dan het ander. Maar je bent al met af en toe zijn tussenpauze meer dan... Volgend jaar 30 jaar. 30 jaar op televisie en de radio. En je ziet er nog zo uit. Ik zag er zonder schmink binnenkomen en dan is ze even prachtig als met schmink. Het zijn mensen, nou dat verschilt nog wel eens. Maar je blijft zo'n prachtig mens. En het is eigenlijk te kort. Want ik heb het idee dat we helemaal niet de voldoende vragen gesteld hebben. Pardon? Hoe lang het lijkt me nou niet een goed uit. Hoe lang is het? Hoe lang is dit programma? Oh, dit programma! Echt te lang zonder, het is te lang zonder man hoor. Nou, dat is echt een noodsprong wat je nu gaat maken. Mensen, tot zover keurig de middag. Tot volgende week met Hans Kazan. Hoe lang is dit programma dan? Is dit nou echt dat je mij vragen moet dagen? Neem even een gedag aan de mensen. Dag mensen. Hoe lang is dit programma? Te lang. Nee, schat. En 10 minuten. En 10 minuten.